Vandaag rijden we mee met Lennart. Hij is op weg naar een aanrijding waarbij een auto een voetganger heeft aangereden. Het lijkt niet ernstig, toch lijkt het de agent ter plaatse verstandig als de VOA voor de zekerheid komt kijken. Wat ik ga doen, ik ga even gewoon wat foto's maken, wat vastleggen. Ja. Maar sporen zijn er, volgens mij dat verkeer rijdt ook weer door, dus daar ga ik ook helemaal niks hards van zeggen. En ik controleer even de auto. Er is hier een aanrijding geweest tussen een voetganger die over de VOP over wilde steken en een personenauto. De bestuurder van de personenauto verklaart dat hij de voetganger over het hoofd heeft gezien en heeft er aangereden. De verwonding valt mee en de schade aan de auto is klein. Toch aan Lennart de taak om onderzoek te doen. En daarbij te kijken of er ergens een oorzaak zit, bijvoorbeeld in het voertuig. Dus, dat er misschien sprake is van een technisch gebrek. Of dat de infrastructuur, dus het zicht bijvoorbeeld slecht is, dat daar de oorzaak in ligt. Weersgesteldheid, verblinding van de zon, dat kan natuurlijk allemaal een issue zijn. En daarvoor moet hij ook kort de auto in. Ik heb net technisch onderzoek, ik heb een stukje gereden met de auto om de basisfuncties te controleren. Kijk, op het moment dat stuurrichtingen doet, de auto rent. Ik heb de ABS-functie getest, dus dat hij gewoon goed remt. Hij trekt niet met remmen. Dus eigenlijk kunnen we vanuit gaan dat de auto technisch wel in ieder geval op die punten gewoon goed is. Lennart is klaar. De bestuurder heeft de voetganger waarschijnlijk over het hoofd gezien. Bedankt. Jo, hoi.